Kom naar buiten met je handen omhoog. Hey, staan blijven. Zij achtervolging. Eén persoon gaat er te voet vandoor. Staan blijven. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSPD van Ramoor. En vandaag ga ik op pad met Wim, met Vito in dit geval. Gemaakt door Team MH. Ja, nieuwe striping erop. Helemaal mooi. Voertuig zullen we even controleren. Zo, dat was dat. Een voertuig is gecontroleerd. Als het goed is, zou er werkverlichting op moeten zitten. Maar ik vind hem niet. En wij zitten vast. We kunnen wel vooruit, maar niet meer achteruit. Dat is altijd handig, hè? Nou ja, maar gewoon zo. Hopelijk hoeven we niet achteruit te rijden vandaag. Ja, eigenlijk... Attention all downtown units. We have a robbery on a sinner's passage. Geen bijzonderheden om te melden. We gaan wel meteen ons kogelwerend vest aantrekken. En zoals jullie weten hebben we een nieuwe, hè? Maar we moeten hem altijd heel lang zoeken. We hebben namelijk een melding van een overval. Een robbery. Dit ding rijdt graag. En maar bijna geen geluid. En als je geluid maakt, klinkt dat het een heel oud busje is. Oh, daar staat een motor. Ja, hij rijdt graag. Zo. Hij trekt heel langzaam op en ineens is hij super snel. De conclusie is, we komen er uiteindelijk wel. Of dat het doel is dat we uiteindelijk op onze bestemming komen. En dat gaat ook wel lukken. We zijn dus nu ter plaatse bij mogelijke overval. Laten we zeggen, het is een overvalalarm geweest. Op dit moment zien we wel iemand met de handen omhoog staan. We zien ook iemand met een vuurwapen zelfs. Het is mogelijk al geschoten. Zeg, ik ben met spoed 1 erbij. Iedereen weg hier. Oeh, die... Kan ik hier... Even stoppen. Hey. Oh, nee. Er leeft weer iemand. Kom naar buiten met je handen omhoog. Handen omhoog. Zwaar wapen, jongens. Zwaar vuurwapen. Handen omhoog. Mevrouw. Handen omhoog. Geen rare dingen doen. Ik ga naar binnen. Lijkt onder controle. Wapen heeft ze al laten vallen. Waar is mijn vuurwapen heen? Ah, die kan hier niet in de winkel. Oké, raar. Hoe kom ik daar achter? Ik kan er niet springen en zo. Nou, even omdraaien. In ieder geval genoeg eenheden te plaatsen. Dat is een beetje buggy. Zo, het gaat goed. We konden niet met ons vuurwapen die winkel binnen, dat is iets van GTA of zo. En we konden, ja, we kunnen hier niet rennen of springen, dat kan allemaal niet. Zodra we buiten komen kunnen we wel rennen en we springen en ons vuurwapen pakken. Maar goed, we hebben het onder controle, gelukkig begon ze niet te schieten, want dan waren we echt kansloos. Hoe zit dat met die Hyundai's? Ik snap dat niet. Die hebben elke kleur behalve de witte. Daar ook weer. Ik snap het niet. Ja, goed, clear traffic. En nou, we konden niet achteruit, hè. Zet, we zijn weer inzetbaar. We gaan hier even ons vestje uitdoen.
Zo, en we hebben de taser ook weer terug. Zoals ik al had gemeld, en zodra de, het vest, had ik in de vorige video, LSPD Val video gezegd. Zodra het vest aangaat, moet de taser weg, want het is of het vest of de taser, het kon niet beide. Maar goed, dus, ik vind het niet erg om die taser even snel af te doen. Zodra we een kogel weer aan het vest aan moeten hebben, want ik benoemde ook al in de vorige video. Zo'n taser, die heb je waarschijnlijk, die ga je niet zo snel gebruiken als je een kogel weer aan het vest nodig hebt. Dan heb je ook wel een vuurwapen nodig, denk ik. Dag collega. Het is een redelijk rustige dienst tot nu toe. We krijgen nu wel een melding of we even willen gaan kijken op een locatie waar mogelijk wat redelijk dure auto's staan. En die dure auto's die zijn mogelijk ook gestolen. Dus we moeten daar even een onderzoekje gaan doen. Is een verzoek vanuit de meldkamer. Het is een prio 2. Het zou misschien zelfs een prio 3 kunnen zijn. Hè? Prio 3 houdt eigenlijk in dat het binnen 24 uur moet worden afgehandeld. Dan wel door een wijkagent of door kan worden geschoven naar een wijkagent. In dit geval is dat niet. Is het dan weer net niet. Want je zou zeggen, ja, je kunt daar wel 24 uur over doen om daar te gaan kijken. Maar hetzelfde, dat zijn ze over 2 uurtjes weg met die auto's. Dus dat wilde je niet hebben. Dus we gaan er nu even naartoe. En we zijn er ook al bijna. Ik ga daar niet voor door een rood verkeerslicht te rijden. Dat vind ik allemaal overbodig. We hadden net misschien wel even een puntje waarvan we zeiden dat mag normaal gesproken niet. Maar voor nu gaan we gewoon even op onderzoek uit. Dan zou het hier links moeten zijn bij de auto repair shop. Er staan al wat dure voertuigen buiten. Ik zie er 2. Naar achter. Daar zo. En hier zo. Attention all units. Officers are at the scene. Vince. Wat is dat? Geen idee. Even kijken. Vince. Ik neem aan dat dit Vin is. Vehicle. VLL? Nee, ik ga het volgende kenteken voor in aantrek. 1, 5, Tango, Victor, Whiskey, okay, die 3, sowieso wel onderzocht. 6. Zat hier nog check Vin ofzo? Nou, het zal wel. Ja, weet je, het gaat waarschijnlijk om voertuigen die binnen staan. Dus we gaan binnen even kijken. Ja, deurtje open. Er zijn meerdere personen hier binnen. Goedendag allen. Ik kom even een bezoekje brengen aan deze mooie auto's. Waar ga jij heen? Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. Ja. 1, 8, Tango. Bravo. Hallo. Bravo. 6, 2, 2. Hey. Wat denk jij dan? Wie ben jij dan? Hey, blijf eens staan. Hallo. Hallo, doe eens even rustig, ik vertrouw hem niet. Maar van jou graag een identiteitsbewijs zien. Hey, staan blijven. C-achtervolging, 1 persoon gaat er te voet vandoor. Ik krijg een backup gevraagd. Staan blijven. Hij heeft geen wapen, collega's. Maar toch goed dat jullie hier troepen. Staan blijven. Hij is snel. Ze maken wel een rondje terug naar de autodealer, dat is fijn. Kom op, staan blijven. Stella gaat hier naar rechts, dan kan ik hem hier zo afsnijden. Nee, dit is niet jammer. Ja, Wim raakt buiten adem. Iemand met een fiets of zoiets. Hij heeft een koffertje
Ik weet niet wat in het koffertje zit, maar die had hij net niet. Rij hem aan, rij hem aan. Iemand rij hem aan. Staan blijven. Kom op. Hey. Stoppen nu. Er zijn meer eenheden erbij. Ik hou hem niet meer namelijk. Je moet eigenlijk even afstand nemen, anders gaat hij dood. Ja, als je gaat rennen, daar hebben we dan alsnog niks aan. Kom je met die motor. Hier is. Pak hem. Ja, jij bent aangehouden, vriend. Een koffertje, hè? Waar is dat koffertje heen, jongens? Het koffertje gedaan. Het ligt hier ergens in de muur of zo. Nou, weet je wat? Ik pak jouw motor even en ik rij even terug naar je weet wel, naar die vehicle shop gebeuren. Laten we er heel duidelijk over zijn. Iedereen die hier staat, die heeft niks te maken met die voertuigen die werken. Die werken hier gewoon voor de kost. Voor de kost die baas die dus al wegrende. Dat is de persoon die wij hebben gevangen. En de persoon waar we mee willen gaan praten. Fictief hebben wij iedereen zijn gegevens hier gecontroleerd, opgeschreven en is deze zaak nu overgedragen aan de recherche, waar later wordt onderzocht waar die voertuigen naartoe zijn, wie dat allemaal zijn, of ze illegaal werken en wat die baas die wat hier wegrende ermee te maken had. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Wij gaan door. SWAT unit. We gaan gewoon die kant op, joh. YOLO. Dit wordt leuk. Ook al is het geen melding van mij, want het was een DSI-melding. Maar wij gaan gewoon meerijden. Beetje actie mag, toch? Kogelwerentje aan. En kar maar. We zijn wel half dood. We gaan maar even een snackje eten en bijkomen. Hoppakee, zo doen we dat. Oh, schrammetje. Niks aan de hand. Ja, dat is een zware crimineel oppakken, die is hier gespot. Misschien dat deze er wel bij is. In ieder geval, hij komt van de FBI. Ah, het zijn meerdere. Ik zie het alweer. Ik zie heel veel rode stipjes. Dit gaat volledig finaal fout. Ja, en wel een leuke video, hè? Ja, het zijn er heel veel. Wel op een afgelegen gebied. Nee, verkeerde knop. Oh nee. Er wordt nu al geschoten. Maar oh, deze is er wel. Oh.
dat jullie er een hebben. Ja, we hebben alles en iedereen. Goed, hier wordt het één grote PD. Wij gaan daarvoor ook een van alles oproepen. Dit. En we gaan alle voertuigen in beslag nemen, uiteraard. Hop, dat is een lijkschouwer. Gelukkig tot de DSI dus wel ter plaatse kwam. Die hebben het hier opgelost. Wij blijven nog even wachten. Ik wil zeggen, ik zie jullie zo als iedereen netjes is, tussen aanhalingstekens, opgeruimd. En, of alles is opgeruimd zal ik maar zeggen. En zodra alle voertuigen ook mee zijn genomen. En dan kan ik weer een vest wel vet. Weet je wat, wij gaan lekker, want hier gaat het heel lang. Nog heel lang kunnen duren. Ze zijn er in ieder geval mee bezig. Wellicht dat we nog wat geluidjes horen van fotocamera's. Zoals die. Maar dan uit hoe ver je uit het gebied rijdt, die blijf je horen. Dus daar moeten we even mee dealen. Maar voor nu kunnen wij door. En wij gaan de andere kant op, anders... rijden we een beetje uit ons gebied. Of uit het leuke gebied. Killer clown met een vuurwapen gespot, altijd leuk. Hier staan nog wat collega's, we gaan er een beetje ruim omheen. Anders denkt hij ook van, wat doe jij nou? Blauw even aan, blauw even uit. Die rode stipjes op de kaart, ja, die gaan zich nu verspreiden. Heeft allemaal niks te maken met de melding, dat is puur die dode mensen, hier loopt die. Hey, staan blijven, hij heeft hem zijn heeft geen mes in ieder geval, of geen pistool. Ja, ik weet hoe dit gaat, laatst bleef ook achter eentje aanrijden, die pakte uiteindelijk een auto en werd één grote chaos. Dat gaan we dus niet meer doen, hè. Even afstand houden en dan deze erop stoppen. Ja, dit gaat weer de verkeerde kant op. We gaan toch hem stoppen, staan blijven. Kom op, staan blijven. OC, achtervolging, killer clown, of in ieder geval een clown met een kapotte fles. Mogelijk steekwapen, verdere wapens onbekend, taser inzet. De eerste keer mislukt, we gaan zo nog een keer proberen, maar graag een potje erbij. En we zitten wel lekker lang te rennen, ik word niet goed van al dat geren. Er was een tijd dat Wim sneller was. En we binnen 5 seconden klaar waren, maar nu zijn ze even snel. Ja, we zijn wel iets sneller. Shit, weer mis. Kom op, staan blijven. Zo. Let me see those here. Daar is een script of plugin, of hoe je het ook wilt noemen, voor 5M. En ik meen dat dat was met de R, daarom sloeg ik net ook. En dat is... dat je met de R kun je dan heel snel switchen van taser naar vuurwapen. En ik weet niet of dat ook in singleplayer kan. Of daar ook iets voor is. Hij had een vuurwapen bij. Dus dat is... dat was gevaarlijk. De foto op zijn ID. Dat is hetzelfde gezicht als hier. Dus hij... Ja, nou goed. Zo heeft hij ook een ID-foto laten maken. Misschien ziet hij wel zo in het echt ook uit.
Hey, luister, jij bent aangehouden voor verboden wapenbezit. Negeren ambtelijk bevel maak ik ervan. Ja, stopteken kan ik niet echt noemen. Poging tot diefstal van een voertuig, want dat was je wel aan het proberen, geloof ik. En mogelijke bedreiging, want ik weet niet waar de melding vandaan kwam, maar je hebt dus iets gedaan blijkbaar. En verboden wapenbezit had ik al gezegd. Kom een transporteenheid deze kant op en wij kunnen terug naar onze auto. Voor nu ga ik jullie wel bedanken voor het kijken. Want ik moet er vandoor. En ik heb eigenlijk geen idee hoe lang deze video is. Maar er is genoeg gebeurd, van een overval tot een grote schietpartij, tot een killer clown die we achterna hebben gezeten. Dus ik zou zeggen tot de volgende video. Ja, doei. Joep.